Van harte welkom hier in het provinciehuis van Den Bosch. Fijn dat jullie allemaal naar Brabant zijn gekomen. Mijn naam is Ben van der Rijk. Ik ben hier coördinator hoogwaterbescherming bij de provincie. En we hebben bij de provincie ook best wel veel regionale keringen. En vandaar dat ik het extra leuk vind dat deze landelijke kennisdag hier in Brabant gaat plaatsvinden. Misschien overbodig, maar misschien is het handig om de telefoons uit of stil te houden. Programma voor jullie. En als het goed is, komt dat nu in beeld. Jullie hebben daar, dacht ik, al een aankondiging van gekregen, zodat het niet helemaal een verrassing is. Maar er staan heel veel interessante onderwerpen op het programma. En zelfs ook nog een aantal excursies vanmiddag. Dus jullie zijn bepaald niet voor niks naar Brabant gekomen. Heel mooi. Wij gaan beginnen met een openingswoord door het lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse Delta, Kees de Jong. En mag ik jou vragen om naar het podium te gaan. Heb jij een presentatie? Nee. Welkom allemaal. Ja, mijn naam is Kees de Jong. Ik ben lid van het dagelijks bestuur van de Waterschap Brabantse Delta. Het mooiste waterschap van Brabant natuurlijk. Ik mag u namens de provincie hier uiteraard welkom heten. De gedeputeerde Johan van der Hout, die oorspronkelijk hier het woord zou doen, is verhinderd. Hij is op een buitenlandse reis. Een goede reden om te zeggen dat hij hier niet aanwezig kan zijn. Maar ik neem de taak graag van hem over om u in korte zin even welkom te heten. Want wij werken hier in Brabant samen met de provincie en de waterschappen aan de waterveiligheid. En dat gaat in goede samenhang, zodat wij ook deze uitwisseling kunnen doen. Brabant heeft een regionale en primaire keringen om ons water, om onze bevolking veilig te stellen voor de waterproblematiek. Anders als de primaire keringen is natuurlijk de essentie van de regionale keringen totaal anders. Daar ligt nu meer de verantwoordelijkheid direct bij de provincie en waterbeheerder. En als ik dan zelf als portefeuillehouder kijk, zowel primair als regionale keringen in beheer mag houden, zie ik de primaire keringen duidelijk als een landschap en echt als een kerende functie aanwezig. En dan kijk ik rond in mijn gebied en zie ik de regionale keringen. En dan zie ik dat totaal anders, want ze zijn niet altijd herkenbaar. Je ziet ze bij de achtertuin van de mensen liggen. Op het moment dat je daar iets wil gaan uitvoeren om te versterken, dan moet je toch goed in gesprek met je omgeving, want de mensen hebben niet eens in de gaten dat die voortuin eigenlijk ook een kerende functie heeft. Het net zo is dat in het landengebied, waar heel veel regionale keringen natuurlijk ook gewoon gebruikt worden als landbouwgrond. En daar waar toch wat discussies van plaatsvinden. Wij zijn in Brabant ook bezig met de toetsingen. Daar hoef ik u als techneut op dit vakgebied natuurlijk niets over bij te brengen. Ik heb later in deze ochtend toch nog een kleine presentatie waar we voor het Brabantse Delta wat verder misschien op in zullen gaan. Maar wat mij vooral opvalt, als je maar goed gaat toetsen, dan wordt het probleem kleiner. Ik hoop niet dat is misschien financieel voor de uitvoerende wat handig. Maar ik hoop dat we hier verderop in het programma wel uitvoeriger op in kunnen gaan. En dat we daar meer duidelijkheid kunnen krijgen over en weer. Wat houdt dat voor het Brabantse Delta in? Na de eerste toetsronde in 2013 hadden wij 73 kilometer keringen en 81 kunstwerken waar we een opgave hadden. Van die opgave die hebben we kunnen verkleinen door een aanvullende toetsing op de eerste ronde. En daarna zijn wij gaan kijken hoe dat we de problemen in het gebied dus konden oplossen. Dat hebben we gedaan met dijkinspiratieteams. Een dijkinspiratieteams wil niets anders zeggen dat wij de omgeving betrokken hebben bij de vervolgstappen. Ook bij ons staat participatie hoog in het bestuursakkoord. En participatie heb je de verschillende niveaus.
en wil ze zo hoog mogelijk op die participatieladder eindigen. Dus wij betrekken de omgeving direct vanaf de planvorming in de processen. En ja, hoe ver ga je? Dat is eigenlijk de vraag. Voor de regionale kering zijn we daar best ver gegaan. En dat heeft ertoe geleid dat wij de keuze hebben kunnen maken om in plaats van versterking van de regionale keringen, dus de achtertuinen verhogen, de landbouwgronden verhogen, in een aantal kreken een keermiddel geplaatst gaat worden. De plannenvorming is daaromtrent is klaar. De aanbesteding is nu klaar. Dus dit jaar zitten we bij de uitvoering. En dan gaan we een keermiddel, inclusief een gemaal natuurlijk, om te zorgen dat het achterland ook niet onderloopt. Een andere zaak die dan bij zo'n participatieproces was naar voren kan komen, is dat je de verwachtingswaarde wat te hoog neerlegt bij je partners. Wij hebben daar als waterschap ook een voorbeeld bij, waar wij toch zeker ons als waterautoriteit genoodzaakt hebben om een andere beslissing te nemen zoals de omgeving in het project gewenst had. Dat heeft heel wat reuring gegeven. En dat is een groot leerpunt voor ons geweest. Ik denk niet alleen voor ons, ik denk voor heel waterschap Nederland. Hebben we dat inzichtelijk gemaakt door de universiteit, Erasmus Universiteit, om daar een onderzoek naar te doen. Hoe die draagkracht in participatie het beste vorm kan gegeven kan worden. Waar onze fouten in het proces zijn geweest. Daar heel open en duidelijk over zijn. En proberen te voorkomen dat je in vervolgstappen in dezelfde fout weer terugtreedt. Dus inderdaad, ook met de provincie zijn we in goede harmonie in afspraken. Zover dat ook voor projecten die lopen, de projectplanprocedure en de uitvoering mede gecoördineerd wordt door de gedeputeerde staten, zodat we dat echt in samenspraak kunnen doen. Ik wou hier duidelijk het woordje teruggeven aan de dagvoorzitter, want ik ga voor de rest technisch inhoudelijk, lijkt me niet zo verstandig om als een bestuurder daar in te gaan te opereren met de kennis die hier in de zaal aanwezig is. Dus ik zag het programma dat we een aantal workshops hebben, dat jullie ook nog het terrein in gaan om inzichtelijke zaken te bekijken. Ik mag zelf daar ook nog een keer eventjes samen op het podium staan en ik wil u een fijne en interessante dag toewensen.